Het is koud. Luister nou naar de vogels. Cheers. Ja, proost. Nou, er wordt soms wat dus wijnders vergeleken met parfum mee om het te leren. Ze zeggen, kom maar op. We gaan het hebben over leergeuren nu. Volgens mij hebben we het eerder over gehad, maar het doet er niet toe. Ik heb nog steeds fascinatie voor leergeuren. En dat komt voornamelijk omdat er verdwijnen in het mastige segment, zeg maar de Ici Paris en zo, daar verschijnen heel weinig leergeuren voor mannen. Klopt. Dus de laatste die het een beetje had was een geur van Hugo Boss. Descend. En die vond ik niet verkeerd. Terwijl ik vind als je een leergeur draagt, dan heb je smaak. Ja. In a way. Grappig is, tegelijkertijd heeft leer ook een hele ordinaire link. Snap je? Ja. Dus zeg maar een beetje, heel grof gezegd, je gaat op chic. Hè? Ja. Of je rijdt op een motorweg. Ja. In je leren jekkie, in je Harley Davidson. Ja. Dat is heel erg dubbel. Dus dan heb je het vorige keer ook al een keer gezegd. Les extrême is het toetje. Snap je? Het ordinaire en het vulgaire en het ordinaire vloeit samen met het chique en het esthetische. Dat heb je dus een heel mooi voorbeeld van. Leer is dus, wordt ook heel erg als klassiek gezien, hè? Behoudend, terwijl ik dat eigenlijk onzin vind. Ja, het is gewoon. Maar ja, mensen houden van in hokjes proppen. Dus dat doen we. Maar ik heb wel Maria één geur laten ruiken. Als introductie voor leergeur. Het is geen leergeur, maar het is een hele chique geur. Mm-hmm. Alleen, ik weet niet van welk merk het is. Oh. Het kan ook wel zijn dat de inhoud een beetje is vergaan. Oh, echt? Maar ik ruik zelf een chypre met een leernootje erin. Ja. Ik heb hem om de flacon gekocht op een rommelmarkt. Oké. Okay. Oh, misschien herken je de flacon wel. Ik mag wel kijken. Ja. Dat doet me denken aan. Hij deed mij denken aan Cabochard. Ja, Cabochard. Maar het is een grappige fles, hè? Ja? En deze dop is van steen, dames en heren. Kom daar tegenwoordig nog maar eens op. Of bedoel je nou Norel of zo? Nee. Nee? Ik ga er eens over nadenken. Iets uit Amerika. Misschien weten jullie het, dames en heren. Kijk eens, zo'n mooi sterretje hierboven. Louis Vuitton bloemetje, zeg maar. Leuk. Leuk, hè? 1 euro. Maar ja, zat geen etiket in. Nee, dat is alles eraf. Dat was zo jammer. Nou, wat raar. Kijk, zie je dat? Oh. Maar ik vond hem qua... Ja, ik vind hem ook mooi. Maar niet de inhoud. En zo heb je hem zo vol, zag je? Ja, ik heb er niks bij gedaan. Ik ruik niet echt leer. Nee, zo'n sheeperachtig. Ja, meer sheeperachtig. Maar met zo'n leertoontje op een gegeven moment. Eventjes hoor. Ja. Het is wel heel, heel deftig ook. Ja, hè? Ja. Ja. Ik vind het niet echt een leer. Ik vind meer sheeper. Ja, maar is hij nou wel niet vergaan? Nee, hij is niet vergaan. Nee, hè? Maar hij is wel... Ik vind het zo'n klassieke ja. Een soort queer de Russie. Ja. Achtig, maar zonder de queer. Ja, oké. Okay. Meer mosterruzie. Ja. Snap je wat ik bedoel? Je ruikt ook je aldehyde. Er zit ook aldehyde in, ja, ruikt maar. Mosterruz. Ja, dat is mijn idee. Volgens mij alle geuren die vergaan, hè. Wat overblijft is een soort aldehyde wat je ruikt. Ik was een keer in een parfumflesmuseum in Winkel, hè. Lekker. Wat inmiddels gesloten is, al jaren. En dan mocht ik dus op in die... Oude geuren ruiken, hè? Ja. Nou, die roken allemaal naar, voor mij, naar aldehyde. Ja? En toen, op dat moment voor mij, omdat ik toen nog niet zo heel veel van die business zit, rook ze allemaal naar Chanel nummer 5. Dit is echt aldehyde. Ja. Het is geen leer en nou is het ook geen mos meer. Klopt. Het is echt een zo'n dame met zo'n bontjas. Ja. Sorry, ja. Leuk, hè? Ja, zonder dat die stinkt. Nee, heerlijk. Nee, ik bedoel, ze heeft geen vies nootje. Nee. Heel lekker. Grappig, hè? Dit is wel een duur geur. Ja, dat zie ik ook aan de presentatie. Ja. Maar... Oh, ik weet het al. Halston.
Nee, dat is ze niet. Nee, maar je weet wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja maar die geuren waren roken anders. Ja, weet ik. Dat maar... was Set, Hupplepup en nog wat Hupplepup. Maar je had ook een halve signature volgens mij. Ja, dat kan niet meer. Die was ook wel heel deftig. Leuk. Oké. Leergeuren, eigenlijk twee klassiekers waar allemaal mee is begonnen. Na, 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 na. Ja, maar geen wijn meer, denk ik. Dat is deze. Cuir de Russie van Chanel. Uit 1924. Dames en heren, we hebben hier wel over het parfum extract. Ja, ja, dat zie ik. Doet u maar eens om, mevrouw. Oh, ik vind dit leuk. Wauw, even zo, hè? Even deftig doen. Even. Ja, hier zit al wat. Ook altijd zo deftig, hè? Dat is mooi om te doen ook, hè? Ja. Maar... Ik ben er niet echt voor geschikt. Hé, hier zit... sorry. Hier zit iets viezigs. Ja, maar ik vind het echt... Het is niet in de oude parfum. De oude toilet, die is niet viezig. Dit is extract, hè? Ja. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, maar deze heeft iets viezigs. Ja. Maar ruigs. Ja, maar hij heeft iets stallerigs. Ja. Maar ruig dus. Ja. Echt dat die oude toilet is echt een beetje glad. Ja, die is heel glad. Ja. Die is heel, ja, eigenlijk vind ik die niet spannend. Nee, maar die ruik je hier echt die puurheid af en toe. En zo'n grofheid. Leuk, nu komt dat leerpad. Ja. Eerst ruik je een beetje dat paardenstal. Ja, en toch ook al, want in dit, volgens mij zit in deze geur ook een toets aldehyde nog. Ja. Dus dat doen ze. Die echt klassieke Chanel. Dit is uit 1924, dus in 1922 had je nummer 22 en in 1921 had je nummer 5. En dit is een soort doorzetting. Maar toen was toen op een gegeven moment Russisch leden werd ontdekt. Het verhaal gaat dat Chanel die heeft ontdekt door die groothertog die ze neukte volgens mij, die Dimitri Hupplepup. Die had van die leren laarzen, weet ik wat allemaal. Ja, ja. Maar in hetzelfde jaar verscheen namelijk mijn favoriete leergeur. En ja. Kijk eens even, dames en heren. Ja. Kniezen ten. Nou. Genoemd naar Kniezen, naar de Weense kneermaker. Kleermaker. En dit is dus, dames en heren, als je praat over een klassieke leergeur. Ja, die zowel chic als een tikkertje orde is. Het is maar net degene die het hem draagt. Ja. Laat ik het zo zeggen, als je hem draagt à la James Dean. Ja. Dan is het een soort van streetwear. Mm-hmm. En draag je met een smoking, zoals die hier voor deze mannen was bestemd. Van deze week, dan ben je... Ja. Dan word je van boerenpum, word je in één keer iemand van adel. Zoiets. Ja, ja. Moet je kijken, dit heb ik ooit gekregen van een importeur. Aardig, hè? Nou. Houten dop. Wauw. En hij heeft nog niks aan. Wow, ik schrik me dood. Ik denk, alles vloept eruit. Nee, kijk, ik doe hem even zo. Oh, kijk uit. Ja, dat valt ook. Oh. Nou, dat valt wel mee hier. Ja? Ik help je leven. Oh, lekker, hè? Dit is ook een beetje rien van... Ik zou liever de orange. Ja, maar weet je wat dit nog meer, of wat er nog, of andersom eigenlijk. Dit is dat queer Hupplepup van Serge Lutens. Ja, queer Mauresque. Dit is bijna een kopie, vind ik. Oh, andersom. Ja, die is iets voller. Ja. Wow. Zo, lekker Maria Lang, buiten beeld houden. Ze pesten mij. Maar dat is toch mooi, hè? Ja. En... Ik krijg altijd opmerkingen als ik deze geur draag. Ja, snap ik. Dat is toch geweldig? Ja. Ik kan honderd geuren dragen. Deze wordt er altijd uitgepikt. Ja, maar dat snap ik. Maar deze heeft ook iets rubberachtigs. Ja, maar hij is vol. Want aan het einde wordt hij ook... Ik kom in bloemennoot, ga ik een beetje ruiken. Lekker. Hij wordt zoet. Je krijgt eerst zeg maar een soort... Alsof je een soort... Ja, ik moet zeggen, zo'n paard tegen je wat aangegooid. Ja, 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 ja. En op een gegeven moment ben je flauw, val je flauw. En dan kom je zo bij en dan ruik je al die nuances ruiken. Ja, maar dan komen zoetige nootjes en wat een liefje licht is, orientaal wordt hij. Maar het is bijna... Ook een beetje boudoir-achtig ook wel. Ja, met terugwerkende kracht. Snap je? Heel mooi. Dat gold er nog niet. Maar moet je nagaan, dames en heren, bijna 1924. En voor mij staan ze nog allebei als een couturehuis. Ja.
Nou, wat stel jij die tegenover? Wat heb ik? Nou, ik begin met deze, want het is op het moment mijn favoriet. Deze. En deze is van Francesca Bianchi. Oh, daar ben ik net mee bezig. Echt? Voor de geurengoeroe. Oh man, ik Seks on the... Huppepe. Oh, seks on... hoe heet dat? Zeg nog wat. Ja. Maar dit is The Lover's Tale. En dat is op het moment mijn favoriet. Hij is een beetje viezig. Zit van die viezige... En waarom verschilt hij van Queen of Ten? Heel anders. Oké. Okay. Heel anders. Eigenlijk, dit is een extract. En hij is een beetje zoeter. Maar dat is een beetje zoeter. Maar hij is ook viezer. Door de jasmijn en castoreum. Ik vind hem echt helemaal geweldig. En na een paar uur wordt het zo'n knuffelgeur. Dat is wel grappig. Of grappig, ja. Ik kan niet anders zeggen. Zo zegt men dat tegenwoordig. Ja. Dat is toch, zie je, dat heb je ook met Chanel. Die jasmijn en leer, hè? Ja. Dat is een hele mooie combinatie. Ja. Ja. Dat heb je ook met Eter Libre Orange. Oh nee, dat is cigarettes en jasmijn en cigarettes. Bijna komt het een beetje bij elkaar. Dat wordt bijna die dierlijke noot van de jasmijn. Ja. Die wordt versterkt door die leernoot. Dat is mooi. Ja. Dat ruikt voor jou. En nee. op huid is die. Ja, hij moet op huid, deze. Oké. Okay. Hij moet... Extract moet huid hebben. Ja, alles natuurlijk. Hè? Ja. Ik vind hem helemaal geweldig. Ik ben helemaal verliefd op deze geur. Ja, dat is mooi. Ja, ik vind hem heel mooi. Oké, dan heb ik er nog één. Hij is ook lekker vol, hè? Ja, hij is echt. Maar deze blijft ook hangen tot je een ons weegt. Die blijft zo lang op je huid. Maar voor mannen? Of niet? Nou ja, ik... Oké. Maar hoe zou je dit... Eigenlijk allebei... Ja, nee, dat heb ik niet zo. Hey, is iets anders, die nagels van jou, hè? Zijn die nou echt of nep? Mijn nagels zijn echt, maar er zit zo'n laagje overheen. Een soort kunststof laagje, want ik spray de hele dag met parfum. En nu moet ik het weer lakken. Maar hier zit zo'n harslaag op, omdat ik spray de hele dag met parfum. En dan, Wat heeft iets vogelachtigs? Ja. Zo van die klauwen. Nou, ik heb normaal nog veel langere nagels. Maar deze is afgebroken, dus ik ga ze allemaal weer knippen. Maak je wel eens ruzie met je man? Ja. En gebruik je dan je nagels? Nee, maar dat was ik ooit wel van plan. Maar... Is het zelfs nagels? Ja. Oké. Okay. Maar bij mij zijn ze normaal nog langer. Oké. Okay. Zie je dat nou? Je bent al zo lang. Nee, maar omdat de kleur op... ja. De kleur van gewoon anders is. Geweldig vind ik het. Maar het gaat er weer af. Oké, okay. Nee, maakt niet uit. Okay. Nou, moet je nou even mijn nagels hebben? Wat zijn ze vies, Erik? Ja, klopt. Ik heb in het tuin gewerkt gisteren. Ach, deze vind ik ook. Maar ik ben verliefd op de parfumeur ook. Het is wel een vrouw, maar ik vind haar geuren zo mooi. Zijn die van puur natuurgeuren of niet? Maar ze heeft een heel lekker amber, heeft ze. Is dat nog zo'n andere lekkere als ze? Die jasmijn en die roos. En de tabak. Oh, die tabak, ja. Oh, ja. Jongens. Ja. Dit is ook zo kijk, mooi. Kijk, de naam is alleen al leuk. Ja, ik weet het. Ik vind als je iets op een leuke manier met een landstreek doet, hè, dan word ik al zwak. Oh ja? Ja, ik weet niet wat het is. Zo trutter. Maar queer Andalou. Hè, Andalusië. Echt waar? Dat vind ik wel, ja, dan droom ik al weg als het ware. Nee hoor. Daar zit ik als het ware al in het vliegtuig. Naar. Echt? Ja. Ja, liever met een... Okay. Niet met een boot of zo. Oh, dit is ook zo'n mooie geur. Zo. Ja. Hier ben ik. Ja. Ja, maar dus met alles van maar haar. Meer dan nog deze. Allemaal, ja, ja, toch? Ja. Dit is echt van Jezus, hè. Ja. Zo moet echt alle geuren ruiken. Ja, ja. Jezus, ja, dit is zo'n kamervullend programma. Een avondvullend. Dat is hij, maar. Die durf ik niet op mijn huid te spuiten. Zo mooi dit. Een beetje oet, leer, saffraan, viooltjes. Zo, hij is al... Ja, hij is heel heftig. Het is toch interessant, in plaats van grappig te zijn. Nee, het is echt om te merken dat zeg maar, dat binnen de niche, heb je een enorme, worden een soort feest van extremiteit opgevoerd. Hè? Van, ja. Hoe kun je, aantal merken, hè, die gaan... Hoe ver kun je iets oprekken? Ja. Ja.
Hoe kun je een ingrediënt zo samenstellen dat hij zich, het ingrediënt eigenlijk wat verbetert op de een of andere manier. Ja. Dat heb ik hier weer. Ja, mooi hè? Dit is echt paf. Oh, dit is zo mooi. En het mooie hieraan is, bijvoorbeeld in vergelijking met Montale. Hè? Mm-hmm. Montale vind ik echt heel vaak scherp en boing, klaar het idee. Ja. Vooral die oet heel vaak. Ja. Ik vind het aangenaam, penetrant is. Maar hier, moet ik het zeggen. Hier, ik ruik niet vaak dat hier oet op een hele mooie manier een ondersteunende rol speelt. Nou, met haar, het leer. Haar oet, het heeft ook een oet. Dat dan vergeet je gewoon te ademen. Zo geweldig, ja. Ik ben zo'n fan van haar geur ook. Ook van Francesca Bianchi. Maar dit vind ik dus echt gewoon zo. Zo moet een parfumeur parfum maken. Maar ja, het is wel als je uit eten gaat en je hebt dit op. Het is niet echt de bedoeling. Nee. Maar het is heerlijk om mee naar bed te nemen, toch? Godverdorie. Ja. Maar is dit moeilijk te verkopen aan klanten? Men schrikt zich kapot. Ja. Ja. Dit is niet voor geuren maagden. Nee, maar... Hoeveel... Je hebt een hekel aan het woord. Ja, ik heb een vreselijk woord. Ja, ik vind het leuk. Ja, oké. Ja, en misschien in het Engels klinkt het beter. Perfume, virgin, perfume. Zoiets dan. Maakt het niet uit. Het is niet voor muurbloempjes. Maar je hebt mensen die zeggen, ik ben een stuk verder. En ik weet het allemaal wel. Ik wil gewoon iets wat mooi is. Maar er wel uitknalt. Echt een geurenbom, maar dan wel mooi. En hoe is zij qua omzet? Nee, in het algemeen doet ze het goed. Ja, wel vast een heleboel vaste klanten. Ja. Dat is geweldig en ze is ook zo'n leuke vrouw. En hoe heb je haar leren kennen? Ja, ik had ooit een geur van haar gekocht, die amber. Die amber heb ik ook een keer geroken. Heb ik ooit gekocht en toen ontmoette ik haar op een beurs. En zij is zo, ze is ook zo aardig. Nou, maar... Ze heeft een goede parfumeur. Oké, ze maakt de geur zelf. Ja. Oké. Ja. Maar... Heftig, want ik vind bijna die... Die is ook mooi hoor. Die is mooi. Die had ik hier opgedaan. Ja, die ruik je heel lang hoor. Ja, toch een verschil hoor. Ja. Dit heeft trouwens ook iets drankachtigs in het begin. In het begin wel, maar het is wel een beetje wat zoeter. Ja. En die andere is wat meer echt stoer. Als je dan toch hebt over mannelijke vrouwen, vind ik deze mannelijke. Nou ja, kijk, hier slaat mijn fantasie er weer op hol met Andalou, dat ruige landschap. Ja. Een beetje zand, zon. En af en toe, die ken ik. Die vind ik ook mooi. Die vind ik ook zo mooi. Ja. En van Marc-Antoine. Ja. Maar het is een merk geïnspireerd op hotels, toch? Of niet? Ja. Wat een beetje raar tot zijn uiting komt, vind ik. Maar... Parfumerie modern. Ja. En de geur heet Queer X. Ja. Maar ik vind hem, hij is echt heel mooi. Nou, dit is een heel goed voorbeeld van... als je mensen die zeg maar... Die geen verstand van geuren hebben. Hè, en dat ook niet willen hebben, bij wijze van spreken. Ja. En die laat je... En die zeg je van, dit is juist mijn geur, dat is gek, hè? Ja. En je laat dit ruiken, dit staat voor mij voor een gemiddelde leergeur, snap je? Ja. Het is heel chic. Ja, ruik maar. Ja, en hij ik vind hem heel chic, snap je? Nou, ik weet niet. Ik ben niet uitgesproken, dank je wel. Sorry. Nee, laat ik zo, hij is chic in de zin van dat hij heel poederig wordt. Hij wordt bijna vrouwelijk. Ja, oké. Hij wordt dus heel erg geciviliseerd. Hij wordt heel erg chic. Weet je wat ik vind? Nou, ik ga gewoon door met drinken. Dat is heel raar. En hij ruikt nou nog eens heel erg aan mijn arm, aan mijn ding. Ik vind hem ruiken een schoenpoets. Nee. Ja, ik vind hem echt ruiken een schoenpoets. En ik vind dat heel lekker trouwens hoor. Maar... Ja, nee, ik vind het eerder wat ik hier al raak. Dat je een soort... Chic. Zie ik me ook dat je een soort viooltjesachtige bloemetjes. Niet dat ze erin zitten, snap je? Ja, dat wel. Maar er zit een soort poederige structuur onder. Ik vind het wel leuk. Ik was verbaasd weer over dat hij Marc-Antoine dit maakt. Oh, en dat hij dit toch heel goed weet te onderscheiden, snap je? Van, dit is een opdracht, hè? Ja. Zijn eigen geur, zijn Kier Ottoman, hè? Ja. Die slaat... Parfum d'Empire, ja. Ik vind hem ook heel mooi. Ja. Ik vond hem ook direct goed. Omdat het is een hele goede algemene introductie in leergeur, vind ik. Ja.
Dit zou ik zeggen, als ik mensen een geur leer, moet ik, zou ik die eerst naar voren schuiven. Van, als je een geur, iemand een geur zou leren. Als ik iemand een geur zou leren, om met leergeuren om te gaan. Ja. Dat is een heel goed startpunt. Deze is heel complex. Nou, die ken ik niet, maar het is wel een van mijn favoriete merken. Ik vind hem zo geweldig. Oh, jongens. En ze hebben er een kwastje aan gehangen. Ja, kwastjes moeten. Kwastjes moeten. Het is totaal anders dan wat je net hebt geroken. Want ik vind het is een leergeur, maar wat is er met mijn blouse aan de hand? Cuir de Légéruse. Wat is dan Légéruse? Waar zie jij dat nou? Hier. Oh, ik moet echt mijn bril op. Ik dacht, Légéruse. Légéruse. Dit duurt al 21 minuten. Maar die moet je ook even ruiken. Hier zit heel veel in. Ik vind hem echt leuk, want ik vind deze een kruidige leer. Zo'n spicy geur. En toch vind ik hem een beetje tuttig. Ja, ik snap het tuttige. Ik vind het heel leuk. Ik vind het zo leuk, deze. Het is, ja, dit is ons merk ook wel, hoor. Ik ga het even opzoeken ondertussen. Maar dit is een prachtgeur. Ja. Weet je wat het rare hier aan toch weer is? Dan die geuren die we dan net hebben besproken. Dat zijn toch echt geen geuren meer, nee. Hè? Nee. Ja, dat is het. Het is complex. Ja, dat is heel complex. Goed nagemaakt, het staat 1892, zal best. Kijk, hier is een speakbrief. Ik heb hier een speakbrief gehangen. Dit is een tipje van de sluier, want er zitten nog veel meer noten in. Immortel, cardamom, geranium, jeneverbes, koriander, davan, leer, van alles. Heel veel zit erin. Heel veel. Nou, ik ga het later opzoeken. Maar ja, dat is wel mooi, hoor. Ja. Het is jammer namelijk dat mensen dit merk niet leuk vinden, hè? Ja, het wordt wel nu steeds. Okay. Het nu wel steeds beter. Zou dat omdat die verpakkingen beter zijn geworden? Dat kan toch niet? Nee, het is nu wel een beetje bekend aan het raken. Ik vind het zo geweldig. Weet je wat ik hier leuk aan vind? Het is stoffig. Ja. Op een goede manier. Echt Frans? Het is Frans, maar het is niet zo van, ik heb een kast open en mijn oma had een oude geur, die is 100 jaar niet opengemaakt. Nee. Hij is gebaseerd op een oude recept en het zit er nog steeds in. Ja. Zo zijn ze allemaal, vind ik. Ja, god man, ik zou ze, weet je, deze mengt heel mooi, daar hou je niet van. Maar dit zou helemaal met een viooltje geur. Echt? Ja, leer met viooltje kan heel mooi zijn. Ja. En hier zitten ook viooltjes in, volgens mij, dacht ik. Maar ik heb het niet opgeschreven, maar volgens mij wel. Ja, ik vind het heel erg mooi. Geweldig, hè? Dit is zeer, even kijken. Hier gaat toch je hart sneller van kloppen. Nou, even wel overdrijf door die cuir Andalou. Ja. Ja, mooi. Maar heel anders. Heel, heel mooi. Nou, en god. Ik heb er nog één. Ik heb er nog twee eigenlijk. Hij wordt ook iets zoeters, hè? Oh, man. Heerlijk. Het is ook een beetje wel een soort verleider, hoor, dit. Ik vind het ook wel een beetje erotisch. Dit is een beetje, die lees ik nu, maar dan ga je het gebruiken. Dat heet Immortel, stroobloem. Ja. Ja. En ik heb niet alles opgeschreven, want er zit nog veel meer in. Ja, deze vind ik al jaren, al jaren. Ik vind het zo'n mooi merk. Met geparfumeur Egantier. Ik vind het zo'n mooi merk. En ik ben niet zo gek op Franse geuren, maar ik vind ook deze. Ja, je ruikt het nu niet. Je moet het even ergens. Maar deze is nog wat soapje, of niet? Soapje. Meer iets niet meer bloemig, vind ik hem. Ik vind hem een beetje bloemig. En ik pak er nog een en die had ik niet klaargezet. Ja hoor. En dit. Zo'n smoky leer. Dit is ook naast die van die, hoe heet deze ook alweer? Parfumerie Modern. Ja, qua klassiek. Ja. Qua. Oh, mooi hoor. Ja. De Cuir Fétiche vind ik, heel mooi. Ja, nee, die heb ik altijd, En dan heb ik als laatste Lady Six. Oh, die ken ik een niet. Een zwartloze, die is mooi.
Zo'n beetje open haardvuur leer. Zo'n beetje rokerig leer. Ik vind hem helemaal geweldig, deze. Ja, ik snap hem. Ja. Maar wel echt leer, hè? Ja. Maar dat smoky dingetje eraan vind ik lekker. Dat heb ik niet zo. Nee? Nee. Ik vind meer dat hij... Ik ruik echt dat rokerige. Ik ruik een hele horizontale leer. Ja. Gebeurt weinig. Leer. Ja, ja. Maar hij heeft wel een beetje open haard sfeertje. Ja, maar leer. Ja. Snap je, schrik me. Zoals die... Zoals in die leer van Maître Parfumeur gebeurt veel meer. Ja. En die, deze natuurlijk ook. Ja. Weet je, dit is wel heel. Hier gebeurt het meest, heb ik het idee. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk omdat het natuurlijk veel van Marc Antoine is. Hè? Ja. Ja, goed hè. Maar, ik heb er nog wel een aantal. Rien natuurlijk, van Etalibre de Orange. Ja, ik had deze nog meegenomen. Ja. Dit is echt iets voor mannen, vind ik. Ja. Voor mannen die met niets beginnen. Ja. Dit is boys, hè? Ja. Ik moet zeggen altijd bois. Nee, het is hout, boys. Het is boys. Ja. 29, een eerste geur. Ja. Dit is, ja, extreem. Extreem. Dit is, leer. Maar ja. Kruidiger is die, hè? Ja, mooi hoor. Kruidiger. Mag ik hem op me? Nee. Te laat. Maar die is wat kruidiger, snap je? Ja, dit vind ik wel echt Italiaans. Ja, maar echt ook voor, wat moet je dat zeggen? Dit is voor beginners op de niche-markt. Ja. Beginners, mensen die in de leer willen, met leer willen beginnen. Ja, ja. Dit is een mooie, toch? Ja, mooi. Mooi, strak. Heel mooi deze. Ook die kruiden erbij vind ik hier altijd erg mooi. Ja. Die beetje van dat, die beetje verschroeide kruiden, ja, mooi, die lang in de zon hebben gestaan. Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. En hij heeft ook wat heel erg een soort van soothing is. En wat soapier vind ik deze op het einde. Nog niet direct, maar heel langzaam wordt hij gladder. Lekker hoor. Terwijl, jongens, dat zijn met allemaal mooie geuren. Ja. En als je met elkaar, deze met elkaar zou vermengen. Godverdomme. Ja. Prachtig, hè? Ja. Ik vind het heel, ik word er echt heel, heel gelukkig van. Ja. En daarom word ik ook vaak verdrietig van die niet-zeggende geuren waar je dan toch best wel aardig wat voor betaalt. Ik denk, waarom doe je dat? Maar ken je een slechte leergeur bijvoorbeeld? Waar leer bijvoorbeeld niet tot zijn recht komt? Nee. Hier uit de winkel? Oh ja, misschien krijg je iets te binnen. Nee. Oké. Okay. Eigenlijk niet. Jawel? Nee, ik zit heel veel na te denken. Met het leer moet je zo. Ik heb Mago van Etro, maar die staat hier rood. En ik heb een heleboel niet gepakt. Er staan nog veel meer. Nee, maar het leer moet altijd gewoon uitgesproken zijn, vind ik. Je hebt heel vaak geuren waar zeg maar leer als accent in de basis. Dat voegt niks toe. Snap je? Of dat heb ik niet mee. Ja. Het is wel mooi als je leer. Ja, die zachte kant op gaat, dat het zwaarder gaat, dat vind ik ook altijd heel interessant. En dat je dat leer, zeg maar, die binnenkant hebt van leer dan en de buitenkant. Ja. En dat kan hele mooie aspecten opleveren. Maar die is ook mooi van Marc Antoine, deze. Het is even weg, dames en heren. En ondertussen denk ik, wie gaat er verliezen die met... Die Otterman. Ja. En dat vind ik wel, maar je zwaarder. Van die leren slotjes. Ja. Maar heerlijk. Oh, ja. Man. Hier heb ik 3 fles van leeggespoten volgens mij. Mooi, ja, hè? Ja, mooi. En een echt mooie suède geur vind ik Duinblond van Serge Lutens. Ja. Wat zijn we het eens, hè? Ja, vreselijk. Ja, maar ik weet het niet. Dan toch gewoon meer dat wij iedereen gewoon een leergeur aanraden, hè? Ja. Die moet je echt in je basiscollectie hebben. Oh, en de Carne Barcelona, die heeft ook een mooie leergeur. Ja, vond ik een beetje saai. Ik vind hem wel sprankelend. Mm. Ja, als je dit ja, ik word een soort timide. We willen niet zijn, maar we willen toch een heel groot publiek bereiken. En ja, dat is wel. Ja. Was niet echt... Hij loopt hier wel heel goed. Oké. Okay. Ja. Nou. Leuk dat jullie het volhielden met ons. En vergeet je niet te abonneren. Daar ga ik weer.
Ja, en wij vonden het, ik vond het heel leuk om te doen. Jij niet? Hij is gedwongen. Nee, omgekocht door, met wijn. Huh? Maar ja, zo goedkoop bij mij wil je me omkopen. Dan druk jij hem uit? Moet ik hem uitdrukken? Ja. Oh, die vogeltjes. Oh.